Wat moet je allemaal kunnen als politieagent? Vraagt Ryan zich af. En Stijn wil weten of je insecten uit je eigen tuin op kan eten. Dit en nog veel meer prangende vragen vandaag in Willem Weven. Ja, wij komen een kijkje nemen hier. Dan heb ik voor jullie hier het lesrooster. En ik zou zeggen, ga maar eens rondkijken. Dankjewel. We zijn hier namelijk op de politieacademie en dat komt omdat jij een vraag hebt. Ja, wat moet je allemaal kunnen als politieman? Gaan we eens even uitzoeken. Dit is Ryan uit Nieuwe Pekela. Hij is 12, houdt van paardrijden, zwemmen, van boeven vangen en hij weet zeker dat hij later politieagent wil worden. Hallo. Hi, ik ben Lammert. Ik ben Ryan. Hi. Ik ben Lammert. Evelien. Jullie willen sporters meedoen voor de politie? Ja. In dit tenue? Wie moet ik nou allemaal doen? Alle mensen die bij de politie solliciteren, die komen hier op het instituut en die moeten de selectie uitvoeren. Dus jullie willen graag politieman en vrouw worden? Ja. Ja! De bank. Zet hem echt stil. Andere bal, andere kant. Rondoor. 4:08.5. Je moet nog heel hard trainen, wil je bij de politie? Ja, Evelien. Heel hard trainen. Fireball. Op het paaltje rijden. En doorstappen, ja. Omhoog, joh. Moet snel, Rick. Kom op, door. Oké, Ryan. Ryan, 3:49.5 liep je erover. Je weet, je mag niet eerder solliciteren bij de politie als dat je 17 jaar bent. Vindt u wel dat hij potentie heeft? Nou, een van de belangrijkste dingen voor een agent is dat hij doorzettingsvermogen heeft. En dat heb je getoond. Want je hield het 5 ronden vol. Ja. Terwijl het al behoorlijk zwaar is. En op naar de volgende les. Een van de lessen waar Ryan zich het meest op verheugt. Het rijden in een simulator. Maar zou dat gaan lukken zonder rijbewijs? Maar waarom moet je dit leren dan als politieagent? Ik bedoel, iedereen heeft gewoon een rijbewijs, neem ik aan. Dat klopt, maar wij proberen ze te leren rijden als een politieman. Als er een keer de nood aan de man is of iemand heeft hulp nodig, dan moeten de mensen toch op een veilige manier door het verkeer kunnen rijden. Kun je vlot en veilig rijden, denk je? Vlot denk ik wel, maar veilig. Start hem maar. Nou, de auto loopt, dus dan mag je deze naar achteren trekken. Heel goed. Dan gaan we. Dan geven we eens een beetje meer gas. En goed luisteren naar wat er gezegd wordt. Ga linksaf bij het eerste kruispunt. Nou, probeer het maar eens. Je doet het goed hoor. Eerste keer auto rijden. Toch? Mm-hmm. Vanaf dit moment kunt u gebruik maken van de aan u verleende vrijstelling. Je rijdt 30, hè? Volgens mij mag je iets harder. Ga bij de eerste mogelijkheid linksaf. Zo, Josh. Oh, nee. Zo, oké, dit is gewoon Zullen we dat nog een keertje doen? Ja, dat weet je wat er nou fout ging? Ik ging te hard. Jij wou in één keer heel hard gaan rijden. Ja. Nou, dan gebeurt er dus dit. Rustig rijden, ga er maar langs. Goed zo. Kijk, ze reageren op. Dit is een beetje raar, hoor. Oh, dat is verschrikkelijk lastig. Ik ben blij dat ik niet bij je in de auto zit. De volgende les, aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken. Je moet rustig kunnen blijven in een gevaarlijke situatie. Je maakt een plan en dat ga je proberen zo goed mogelijk uit te voeren. En in dit geval is het aanhouden van mensen die in dit huis wonen. Goedemiddag, wij zijn van de politie. U bent aangehouden. Wilt u misschien even uit het huis gaan? Ja, dat niet. Mevrouw. Kijk wel goed om je heen, hè? Wat meer mensen zijn. Ik vind het een beetje eng. Mevrouw, wilt u misschien hier uit het huis komen? U bent gearresteerd. Wilt u nu uit het huis gaan? Jullie willen nu uit mijn huis gaan. U moet nu uit huis. Of we doen maatregelen. Kom maar, ik mag even mee naar buiten lopen. Pak zijn er nog meer personen? Nee, ik niet. Meneer, wilt u uit het huis gaan? Nee. Wilt u uw handen laten zien? Nee. Ga niet mee. Ga weg. Laat het daar vallen, meneer. Laat het daar vallen. Meneer, wilt u nu even naar beneden komen? Mag opstaan. Dan gaan we naar buiten toe. En we mochten nu naar buiten. Ja.
Yes! En dan nu? Ja, natuurlijk. De schietles. Leraar Wilbert wil eerst nog even benadrukken dat het pistool pas als allerlaatste wapen wordt ingezet. Dus we beginnen eigenlijk met onze mond. Redden we het daar niet mee, dan pakken we de wapenstok. Als de wapenstok niet kan of het heeft, dan kunnen we de pepperspray pakken. En in het meest ultieme, de allerhoogste stap van geweld, is het gebruik van het wapen. Direct pistool, 10 meter, precisievuur. Afdoen? Ja. Zo! Het zag er eng uit. Wat vond je ervan? Je zag echt een vonk ervan afkomen. Wow! En hoe vinden jullie het dan met pistolen werken? Ja, wel spannend hoor. De eerste keer helemaal. Dan denk je toch van ja, het is wel gevaarlijk. Maar je hebt toch wel een echt pistool en een echte kogel. Mm. En als het misgaat, ja, dan ben je misschien zelf gewond of een van je studenten. De laatste les voor vandaag. Optreden plaatsdelict. We gaan zo meteen hier het bospad in. Oké, mensen, vanaf hier laat ik jullie los met de opdracht handel naar omstandigheid. U bent natuurlijk docent, maar heeft u wel eens zoiets meegemaakt? Ik heb dit meegemaakt. Gewoon iemand die vermoord is, heeft u? Ja, en meer dan dat u lief is. Het is zo. Hij denkt, leuk, wordt politieagent, kunnen we lekker uitrijden, maar dit komt er ook bij kijken. Dit komt echt bij kijken, ja. Nu is het een oefening. Nou, we gaan nu naar het slachtoffer toe. We gaan natuurlijk zo meteen een route lopen. Dus wij laten ook zelf voetafdrukjes achter en sporen achter op de plaats delict. Op deze manier kunnen we aangeven dat wij daar geweest zijn. Dat wij in ieder geval die route gevolgd hebben. Die knol op. Even zoiets, zo. Mag nu even stoppen en dan gaan we even kijken of het slachtoffer nog leeft. Ik denk dat hij niet meer leeft. Jij denkt dat hij niet meer leeft? Nee. En? Ja, ik denk dat hij helaas is overleden. Nou, we gaan nu het petje ophalen. We hebben een mooie kit voor, daar kunnen we alle sporen in doen. Ja, mag je mondkapje opdoen. Zodat je eigen sporen natuurlijk niet erop komen. Er is. Wat vind jij nou waar een politieman echt aan moet voldoen? Wat zijn belangrijke eigenschappen? Nou, je moet natuurlijk goed met mensen overweg kunnen. Dus je moet sociaal zijn. Je bent natuurlijk dag en nacht bezig met andere mensen. Je moet een beetje stevig in je schoenen staan natuurlijk, want je krijgt van alles op je af. Hebben jullie speciale schoenen daarvoor? Ja, we hebben wel iets stevige schoenen. Dan kan je natuurlijk iets meer hebben dan een gemiddelde schoen. Alles wordt bloedserieus geoefend. Dus ook de rol van de getuige. Hebben jullie de verdachte nog gezien? Ja, was een lange jongen. Iets langer dan ik. Hij was blond. Schrijf gelijk allemaal op. Met een rood jasje. En de rest heb ik niet veel kunnen zien. We gaan de overdracht doen, laatste onderdeel. Ryan, hij is nu chef. Wij zijn op weg gegaan naar de slachtoffer, die niet overleeft. De oefening is afgelopen. Ik vind, Ryan, dat je dat heel goed gedaan hebt. Dan heb jij een pet op je hoofd, hè? Uh-huh. Weet je wat met die pet mag gebeuren? Mag jij houden. Cool. Die mag jij nu houden. Jij krijgt van mij 3 strepen. Dat je dat zo goed gedaan hebt. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat je deed. Oh, nee. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ja? Wil je nog steeds politieagent worden? Ja, nog steeds. Ik zou zeggen, zet je pet op. Want ik heb een lift geregeld. Stap erin. Super! Niels wil graag weten... Waarom hebben we nagels? Als je in de oertijd zin had in een wortel of een smakelijke biet, moest je die zelf uit de grond halen. Dan is het natuurlijk wel handig om nagels te hebben om al dat lekkers uit te graven. Nagels werden ook gebruikt om jezelf te verdedigen. Een flinke uithaal met je scherpe nagels richting je tegenstander kon een effectief wapen zijn. Je eigen eten uitgraven is nu niet meer nodig en nagels hebben een andere functie gekregen. Je kunt er een korstje mee openkrabben, in je neus peuteren, een sticker ergens van afhalen of je kunt ze mooi lakken. En in een noodgeval toch, net als in de oertijd, iemand een kras bezorgen. Vond jij de animatie ook zo leuk? Ga dan naar de website, want daar staan er nog veel meer.
Hallo, ik ben Jacob en mijn vraag is, wie verzint nieuwe woorden? Goeie vraag. Zoek soort nieuwe woorden die alleen door kinderen of jongeren worden gebruikt. Er wordt ook wel jongerentaal genoemd. En soms gebruiken kinderen of jongeren woorden die oudere mensen niet begrijpen. En dat doen ze eigenlijk om te laten zien dat zij cooler zijn dan hun ouders of hun leraren. Dus een paar voorbeelden van jongerentaal. Swag. Dat betekent cool eigenlijk. Een woord als what's up. Dat betekent hoe gaat het met je. En een woord, een Nederlands woord. Faal betekent als iets mislukt is. Nou ja, dat zijn woorden die jullie kennen. En het feit dat ik ze ken, betekent waarschijnlijk dat ze alweer bijna uit zijn. Want ik ben veel te oud voor jongerentaal. Sommige woorden worden ook populairder door sociale media. Neem bijvoorbeeld de rapper Drake. Drake, die had een nummer dat heette De Motto. En daar gebruikte hij een woord in, namelijk het woord YOLO. En YOLO, dat betekent You Only Live Once. Ofwel, je leeft maar één keer. Maar dat weten jullie natuurlijk al lang. Oké, goed woord. Gingen mensen twitteren. Gingen ze ook op een gegeven moment tegen elkaar zeggen. En zo wordt een woord populair. Maar met populaire woorden is het ook weer niet zo dat iedereen ze zomaar kan gebruiken. Want op een gegeven moment ging een oud-burgemeester dat gebruiken. Die zei ineens YOLO. En dat vond iedereen dan weer belachelijk. Want dat paste gewoon niet bij hem. Zo. Faal. 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 Voor hem. Nou, kapot. Jammer voor hem natuurlijk. Trouwens, over kapot gesproken. Dat is ook zoiets, hè. Veel nieuwe woorden zijn eigenlijk oude woorden die op een nieuwe manier worden gebruikt. Neem een woord als kapot. Dat betekende vroeger dat iets gewoon stuk was. En veel jongeren gebruiken het nu om aan te geven dat iets heel erg zo is. Dus kapot. Vet is heel erg vet. Zo is dat met meer woorden die eigenlijk negatief klinken, maar het nu niet meer zijn. Denk aan woorden als gruwelijk, vies, moeilijk. Nou, dan wil je natuurlijk zelf ook weten, hoe kan ik nou een nieuw woord bedenken en zorgen dat iedereen dat gaat zeggen? Nou, bedenken is eigenlijk heel makkelijk, maar zorgen dat iedereen het gaat zeggen, dat is veel moeilijker. Je kan natuurlijk proberen om het zelf heel vaak te gaan zeggen, zodat andere mensen het overnemen, maar vaak blijkt dat het zo niet echt werkt. Het lijkt wel alsof nieuwe woorden alleen maar toevallig ontstaan. Nou, dat is helaas niet anders. Nu ga ik weer aan het werk. Ja! Haha! Ik heb er een. Mooi! En dat er komt goed uit, want wat was jouw vraag ook weer? Of dat je insecten uit de tuin zomaar kan eten. Dat is een goede vraag. We gaan op zoek naar het antwoord. Kom. Dit is Stijn uit Linden. Hij is 11 jaar, houdt van voetbal en jiu-jitsu en wil later graag bioloog worden. In Ermelo is een insectenkwekerij waar men vast meer weet over het eten van insecten. Doe jij dat? Ik ga jou vertellen. Ik heb deze gegeten. Levend. Deze blijven dus doorkrioelen op je tong op het moment dat je zelfs de kop eraf eet. Zie je het voor je? Ja. Hap je? Nee, dank je. Oh, dit is alleen maag. Kijk dan. Wij kweken hier krekels, moriawormen, meelwormen, wasmotten, kakkelakken twee soorten, fruitvliegjes, krulvliegen en hier staan we bij de kleine buffalootjes. Dit is Marieke. Ze kweekt insecten en eet ze ook graag. Vooral de hier gekweekte buffaloworm. Buffalo's zijn hele kleine gele larfjes. En deze buffalootjes die zijn een paar weken oud. Die moeten nog even groeien. Deze voel je ook niet en die grote wel. Heel eerlijk gezegd, kan je ze eten. Maar kan je deze dan ook zo eten? Heb je deze vandaan dan? Die heb ik uit de tuin gehaald. Eigenlijk is het niet zo verstandig om de insecten uit de tuin te vervangen. Hetgeen wat je er wel kan eten zijn krekels en sprinkhanen. Alleen die vinden Nederland niet zo leuk buiten. Want het is te koud voor ze. Dus dan moet je eigenlijk naar een warm land toe. Dus is het beter om insecten te kweken. In een warme kwekerij groeien de buffalowormen binnen 10 weken uit tot een eetbare worm. Yummy. Kijk, hier kan je zien.
Zo groot moet hij worden. Als hij deze grootte heeft, dan kan je hem verkopen. Zullen we alle twee de worm eten? Ik durf. Ja, maar niet levend. Hoezo niet? Nee, we gaan het ze gedroogd proeven. Dat is beter, hè? Ja. Je durft niet, hè? Nee. De wormen die 10 weken oud zijn, worden gesorteerd en gezeefd. Hierbij wordt het voer van de wormen gescheiden, zodat er mooie, schone wormpjes overblijven. Na het sorteren worden ze naar de vriezer gebracht, waar ze binnen een uur in slaap vallen om nooit meer wakker te worden. Zet hem maar binnen neer. Hoe koud is het hier? Het is hier -20. Lekker temperatuurtje, toch? Maar is dit niet heel erg zielig? Eigenlijk, als je de natuur bekijkt, vallen ze daar ook in slaap door de kou. Dus wat we eigenlijk doen, is ze in slaap brengen door de kou. En als ze dan koud zijn, dan zijn ze helemaal stijf. Kijk, hier hebben we een voorbeeld met krekels. Ze knisperen, ze zijn koud. Ah. Dus ze komen niet meer tot leven als we ze eruit halen. En wanneer kunnen we ze dan eten? Als ze gedroogd zijn. Alsjeblieft, je lunch. Lunch? Zijn ze nou lunch? Straks zie je of Stijn en Sascha een hap door hun keel kunnen krijgen. Daar gaat hij. Dit is het moment, Stijn. Dit is het moment waar we al de hele dag naar uitkijken. Wacht, doe rustig. Hallo, ik ben Mees en mijn vraag aan Willem Wever is... Hoe kan het dat je voor in een auto of vliegtuig minder last hebt van waagziekte dan achterin? Hoi Mees. Waagziekte is net als luchtziekte en zeeziekte een bewerkingsziekte. Je kunt het krijgen in een auto of bus, in het vliegtuig of op een boot. Er zijn zelfs mensen die in een lift, in een kermisattractie of in een achtbaan misselijk worden. Er zijn zelfs mensen die misselijk worden in de trein of op een brommer. Of op een dier dat schommelt, zoals een paard, kameel, olifant. Zodra je uit auto, vliegtuig of van je olifant stapt, is je ziekte voorbij. Maar tot die tijd kun je je flink beroerd voelen. Wat helpt, is zelf achter het stuur gaan zitten en rijden. Want zo let je beter op de horizon, op je omgeving en kun je inspelen op de bewegingen die gaan komen. Zag je bewegingen? Op een boot kun je daarom het beste midden op het achterdek gaan zitten. En in een vliegtuig, in het midden, boven de vleugels. Omdat je daar het minste beweging voelt. In de auto zit je het beste voorin, want vooruitkijken is beter dan opzij kijken. En het beste kun je kijken naar dingen die ver weg zijn, niet dichtbij. Oh, mooi. Ik vond die goed. Ja, ik zie hem tenminste. Als je achterin zit, dan kijk je het meeste naar de stoel voor je. En ten opzichte van jezelf staat die stoel stil. Terwijl je uitzicht nodig hebt om ver naar voren te kunnen kijken. Is de stoel voorin al bezet, dan is het midden van de achterbank vanwege het uitzicht ook een goede plek. Ogen dicht doen of lekker gaan slapen is ook een optie. Terug naar Stijn en Sascha die zich afvragen welke insecten je wel en niet kan eten. Nou, ik heb zo'n flauw vermoeden wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop dat ze een beetje trek hebben. We gaan hier eens even koken. Laten we maar beginnen met de koekjes, want dat kost het meeste tijd. Bij een koekje denk je misschien aan een lekkere stroopwafel of biscuitje. Maar deskundige Marjan heeft een heel ander koekje in gedachten. Dan gaan we daar eens mee koken. Wat gaan we precies maken? We gaan haverkoekjes maken met buffalowormen. En we gaan een wokschotel maken met meelwormen en sprinkhanen. Wat wil jij doen? Roeren in de kom, of niet? Ja. Ja? Nou, dan krijg jij lekker een suf klusje. Ja, ongetwijfeld. Dan mag jij de boter mag je even afwegen. Nu gaan we de buffalowormen erin doen. Is het zo goed? Dit ziet er goed uit. Zijn ze eigenlijk gezond? Die zijn heel gezond. Die zitten heel buffalo's, ja? Ja, er zit heel veel eiwit in. En dat is het goede ervan. Eet jij dit ook veel? Ja, best wel veel inmiddels. Want het is eigenlijk ook hartstikke lekker dit. En weet je waarom we dit moeten eten? Nou? Nou, er komen met steeds meer mensen op deze wereld. Die moeten we allemaal te eten geven. De insecten, die hebben niet zo heel veel voer nodig om tot heel groot te worden. En je hebt ook heel weinig ruimte nodig. Oh. Nou, dat heb jij gezien bij die insectenkwekerij. Bovenop elkaar. Nou, dat kan bij koeien niet, hè? De insecten waar we nu mee gaan koken, die zijn bij de boerderij gemaakt. Gekweekt en daar weten we precies van dat ze voedselveilig zijn. Dan gaan we deze uitzetten. Ik denk dat die lekker weer terug mogen in de natuur. Zit jij nou? Er zit alleen nog een halve spin in.
Maar misschien is die wel lekker voor jou tussen jouw broodjes. Nou jongens, deze mag in de oven. Hey Stijn, we gaan nu schoten maken. 3, 2, 1. Hij doet het niet, kom op! En dan is het zover. Masterchef Stijn gaat eindelijk meelwormen en sprinkhanen proeven. Nou Stijn, gaan we. Daar gaat hij. Dit is het moment, Stijn. Dit is het moment waar we al de hele dag naar uitkijken. Wacht, doe rustig, doe rustig. Hop. Dit is heet. Ja, dat kan jij hebben. En hoe smaakt hij nu? Lekker. Het is inderdaad heerlijk. Hey, kijk eens, Stijn. Ziet hij er goed uit? Stijn, wederom, aan jou de eer. Ook de haverkoek met buffalo-wormen is inmiddels klaar voor consumptie. Eet smakelijk! Goed? Wat smaakt het nou? Brinta. Hoppa, hoppa. Bub nuggets. Moet eens kijken. 1, 2... Heerlijk. Maar... Nou ben jij heel makkelijk met sprinkhaan eten. Maar wat denk je dat de mensen op straat zullen doen als we ze vragen... Zou je een sprinkhaan willen? Even eens kijken hoe dat is? Meneer, mogen we u staande houden? Zou u deze willen proeven? Wat mag het zijn? Het is heel erg gezond. Op jouw verantwoording, hè? En wat is dit dan? Dat gaan we u daarna vertellen. We hebben heel veel medicijn, hè? Ik weet niet of dat... Nee, het is gezond. Nou, als je dingen niet weet, dan is het meestal... Toch wel, hè? Anders, hè? Misschien een nare bijsmaak nu. Er zitten heel veel buffalo-wormen in. Niet waar. Jawel. Huh? Ja. Het is gezond. Ja. Ook voor iemand met een hartfalen. Laten we dat hopen. Ik wou net zeggen, niet dat hij zometeen stopt. Ik zie er ook een zitten, volgens mij. Ja, maar die leeft niet meer. Ze zijn ingevroren en gedroogd en... Nou ja, maar dat is nog toch niet te proeven? Het is dat je het weet. Het is wel lekker. Het is wel erg... Droog? Nee, scherp. Scherp? Ja. Wilt u er nog een? Nee, is wel goed zo. Hey, ze vallen in de smaak, hè? Ja, maar iedereen die we nu aan hebben gehouden, die ene heeft heel veel medicijn en de andere heeft iets aan zijn hart. Ja, er is iets in dit dorp wat niet helemaal goed is. Ik heb een hand. Dat bedoel ik. Hey Stijn, wat denk jij? Denk jij dat Nederland al klaar is voor dit soort hapjes? Ja, natuurlijk. Het is toch gezond? Ja, stomme draad. Wil jij kans maken op een bakje buffalo wormen? Ga dan naar www.willemwever.nl. Hey, rustig jij, hè? Anders ga ik jou ook koken.